iedereen, dit is de boodschap voor Sterrenbeeld Waterman van 6 tot 12 september 2021. Het teken dat u voorstelt is nogal tweeledig. Het water van de waterman, maar het element is de lucht. Het lucht en water maakt damp, maakt stoom. U kan zich vreselijk opjagen over bepaalde dingen en dat komt niemand ten goede, nog uzelf, nog uw omgeving. Het is een gevoel van een blokkering, van frustratie en u lijkt er maar niet aan voorbij te geraken de laatste tijd. U voelt alsof het universum u altijd maar blokkeringen op uw pad blijft werpen naar uw doelen toe. Maar dat is niet zo. Het universum brengt enkel wat u zelf uitzendt. Dus als u niet houdt van wat er nu op uw pad komt en hoe uw huidige nu is, dan dient u bij uzelf te bezinnen, te kijken hoe u reageert en wat u doet in hoe u denkt, in uw wezen. Want dat is wat ervoor zorgt, wat er op uw pad naar u toe komt. Dus denk positiever, wees positiever, voel positiever en u zal geen blokkeringen meer vinden op uw pad en u zal verder kunnen stromen. Zo, dat was uw boodschap voor deze week. Vergeet zeker niet deze video te liken, want dat zorgt ervoor dat mijn video's meer bovenaan komen te staan op het internet en ik meer mensen zal kunnen bereiken en dus helpen met mijn boodschappen. Als je zelf eens een persoonlijke sessie zou wensen met mijn gidsen of een energetische healing wenst te ontvangen, dan kan u dit bij mij boeken. U vindt alle gegevens op mijn website op www.sterrenlichthealing.be. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!